Uit de middeleeuwen zijn veel mystieke teksten bewaard. Ze gaan over Gods ervaring, over de manier waarop je God kunt liefhebben. En het idee erachter is hoe beter je in staat bent God lief te hebben, des te meer mens ben je. De mens is ervoor gemaakt om God lief te hebben. En hoe beter je dat kunt doen, des te meer beantwoord je aan dat waarvoor je gemaakt bent. Liefde mag dan het belangrijkste zijn dat een mens kan ervaren. Als de liefde zich niet in daden vertaalt, dan blijft het maar een vrijblijvende en nogal nietszeggende bedoeling. Mystieke teksten leren hoe je God kunt liefhebben en hoe je kunt leven, zodat die liefde geen Gratuïet gevoel blijft. De middeleeuwers zagen liefde niet als een gevoel, maar als een vorm van kennis, ervaringskennis. Door op een liefhebbende manier te leven, leer je niet alleen beter wat het is om liefde te hebben, maar je leert je geliefde ook beter kennen. Aldoende leert men. En aldoende word je een ervaren minnaar. Je kent de liefde en de geliefde beter, niet op een theoretische manier, maar praktisch, ervaringsgewijs. En het kan ook niet anders, of de steeds grotere liefde brengt je steeds dichter bij je geliefde. Er ontstaat een grotere eenheid tussen beide geliefden. En die steeds grotere eenheid bekroont de weg die beide geliefden afgelegd hebben. Het is altijd de vraag of er wel een eindpunt aan de weg is. Ben je er ooit helemaal of kun je altijd nog verder gaan? Is er een maximum aan de liefde? Dat de middeleeuwers de verhouding tussen God en mens als een wederzijdse liefdesverhouding voorstelden. Dat is nogal wat. Het impliceert het idee dat God bestaat, dat God een persoon is en dan ook nog dat God en mens gelijkwaardig zijn op een heel belangrijk punt, namelijk dat van de liefde. Deze veronderstelling dat God en mens gelijkwaardig zijn, was in de ogen van nogal wat middeleeuwse theologen behoorlijk brutaal. Mystiek is dan ook vaak verdacht geweest. Mystici van hun kant hadden een goed verweer. Ze konden naar de Bijbel verwijzen. Niet zomaar naar één of een paar bijeengeraapte passages, maar naar een heel Bijbelboek: Het Hooglied. De titel Hooglied wil zeggen Het ultieme lied. Het Lied der Liederen. Dit poëtische Bijbelboek bestaat uit een dialoog tussen een meisje en een jongen die hevig verliefd zijn op elkaar. Wat moest een liefdesdialoog in de Bijbel? Waarom zou zo'n tekst in de Bijbel staan als hij niet een diepere betekenis had? En die diepere betekenis was. De relatie tussen God en mens. Volgens middeleeuwse auteurs over de mystiek stelt de Bijbel dus de wederzijdse verliefdheid van twee geliefden voor als de manier om over de verhouding tussen God en mens te denken, als de manier waarop je God kunt leren kennen en vooral om die ongrijpbare aspecten van God te leren kennen waar de rationele geleerde theologie niet bij kan. En het is niet alleen een manier om God te kennen en te ervaren, maar ook een manier om te leven. Het doel van die manier van leven is de eenheid met God. Bij die mystieke eenheid gaat het niet zozeer om uitzonderlijke bewustzijnstoestanden, een, een topmoment waarin de mens zich in God voelt opgenomen. Maar het behelst eerder een uitgesponnen spiritueel groeiproces, meer dan een unieke topervaring. Topervaring, dat klinkt als een kick, zoals bungee-jumpen een unieke bijzondere ervaring is. maar bij ervaring kan het ook gaan om een kennis die je al doende opgedaan hebt. Het gaat dan niet om de kick van de bungee jumper, maar om de stielkennis van een ervaren timmerman, een ervaren chirurg of een ervaren minnaar. In middeleeuwse mystiek zijn beide aspecten aanwezig. Mystieke ervaring kan aldoende verworven ervaringskennis van God zijn, die men heeft opgedaan door te leven vanuit het idee dat God liefhebben de bestemming van de mens is, en hem of haar volkomen tot ontplooiing laat komen. Maar een mystieke ervaring kan ook verwijzen. Naar een plotse ervaring van goddelijke nabijheid die overweldigend is. Zo'n godservaring lijkt op het kippenvelmoment dat je soms kan ervaren als je naar muziek luistert. Het overkomt je, maar je hebt het niet in de hand. Behalve dan in de negatieve zin, als je geen muziek beluistert, is de kans klein dat je een kippenvelmoment krijgt van muziek. Mystiek wordt in de middeleeuwen alleen gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord. Men spreekt van de mystieke betekenis van teksten, van mystieke theologie. Na de middeleeuwen, in de 16e eeuw, is mystiek een zelfstandig naamwoord geworden, althans in een aantal talen, waaronder het Nederlands. Mystiek als zelfstandig naamwoord. Komt uit het Frans, waar men de uitdrukking la théologie mystique verkorte tot la mystique. Dat gebeurt op het moment dat, met betrekking tot de godservaring, het aspect van kikervaring begint door te wegen op het aspect van levenservaring. Mystiek wordt dan steeds meer gezien als een heel bijzondere topervaring voor heel bijzondere mensen, de mystici. Gewone mensen hebben geen mystieke ervaring, of andersom, wie mystieke ervaringen heeft, is niet gewoon en misschien zelfs niet normaal. Middeleeuwse mystieke teksten worden vaak vanuit die latere definitie van mystiek gelezen. En dan lijkt het net alsof ze niet over mystiek gaan. Jan van Ruisbruck, bijvoorbeeld, heeft het in zijn traktaten veel over de mystieke levensweg. Maar de beschrijving van de mystieke topervaring neemt veel minder perkament in beslag.